Mevrouw, ik zou uw aandacht even willen vragen voor dit speciale, mooie, dikke, nieuwe blad. Het ligt u voor in deze ongewisse dagen. Er gaan de dingen die u nooit vernomen had. U zou de eigen tijdse visie wel waarderen, want u bent leefbewust en ook intelligent. Maar daar zijn kleine vast en zeker profiteren. Ja, nee, het schrikt me niet zo erg op dit moment. En dat is iets waar als u eventjes dit nummer wil bekijken, treft u de ritme die in dit artikel hangt. Er kleuren foto's van Iraanse Anderwijken, waarbij u graag een tijdje stil wil blijven staan. Nou ja, als u dat zegt, dan zal dat wel zo wezen. Maar daar gaat dan ook wel een hele tijd mee heen. En zeker als je niet gewend bent om te lezen. Ik kijk naar televisie in het algemeen en ben er trouwens niet zo gek op zomaar aan de deur te kopen. Voor dat soort dingen heb ik mijn parfumerie. Mevrouw, maar hoogte van de zwarte zaken raken. En van de mysterieuze warpabakkersdans. En die producten waar ze zo mee adverteren. Er zijn ook donkerhouten chemisch gaan met blik. Ik heb ze hoort van die dag nog niet uitgelaten. En strakjes kom ik nog te laat op gymnastiek. Bijvoorbeeld hoe zo'n jongen in dat losse touw omhoog kan klimmen. En wat een bruidegom moet doen bij volle maan. Ja, denkt u werkelijk serieus dat ik op zoiets zit te wachten? Ik heb waarachtig wel wat anders aan mijn hoofd. Vanavond eten we. Een reportage van een rijwielbeurs in Smilde. U zult me omstanseren van het resultaat. En ik geloof dat ik de bedden nog moet maken. En in de keuken staat een hele bende vaat van dat partijtje gisteravond. Maar waarom sta ik nu hier nou toch dat alles te vertellen voor de luxe is? En die crème, daar zit ik ook niet om te springen. En ook de bloemen hoog, het stoel is langs beter. Dus hou maar op, ik doe het niet.